kun je in ieder geval zien welke testen er zijn. Ja, deze testen ga ik met jullie behandelen. In de laatste 2 weken zijn er dus presentaties. En moet je in de laatste week, 15 januari, lever je dus datgene in wat klaar is. Deze testen ga ik behandelen. Maar ik kan me voorstellen, er zijn echt toch veel meer testen dan deze. En misschien zeg je wel, ja, weet je, wij doen altijd zo'n wetenschappelijk goed onderbouwde test die heel nuttig is. Ja, dan zou dat kunnen. Het moet wel een goede test zijn. Dus voordat jij zegt van ik ga het doen en het blijkt eentje zijn die je trainer zelf bedacht heeft toen hij een keer dronken in een café stond, dat is misschien niet handig. Moeten er 2 verschillende zijn? Ja, je moet niet de Cooper test doen op de fitness en in je gewone stage. Ja? Moet je het in stage? Ik heb niet gevoerd. Waar loop jij stage? Sabrina, waar loop jij stage? Misschien... En bi-sportief. Ja. Dus dat wil zeggen dat je een van die testen uit kan voeren bij bi-sportief en de andere bij goalie. Nee, ik kan ze niet allebei bij goalie. Nee, maar je kan wel een test uitvoeren bij goalie. Ja, en je kan een test uitvoeren op de fitness. En dat is dan een andere test. Oh, je hebt 2 testen. Juist. Of, ja, het kan allemaal uit. Ja, nee, maakt niet uit. Ik heb liever dat je het vraagt. Omdat je denkt, het zal allemaal wel en over 3 weken weet je het nog niet. Twee testen. Maar ze worden allebei beoordeeld. Ze worden alle 2 beordeeld. Ja? Ik geef aan de kinderen wanneer je training heeft. Op het moment dat het bij jou bij Baronie is, je hebt 2 teams bij Baronie volgens mij, toch? Dus dan kijk jij wat handig is. Weet je, als jij zegt van nou, weet je, die groep die wil daar wel in mee, dan moet je een test gaan zoeken wat bij hun past. Kijk, je kan wel zeggen, ik ga de Cooper-test doen bij 7-jarigen. Lekker nutteloos zou ik zeggen. Weet je, maar een Cooper-test voor een dameselftal zou ik zeggen, nou, waarom niet? Maar je mag dus niet 1 persoon pakken. Als jij zegt van, nou ja, bijvoorbeeld de Winkate-test ga je echt niet met een heel team doen. Dat is veel nuttiger om die bij 1 persoon te doen. Ja, maar sommige testen, zoals de Cooper-test, ja, al laat je 300 man lopen, dat maakt van, ja, dus dat kun je voor het team doen. Dus daarom moet je goed kijken, wie geef ik training binnen mijn sport? Is dat een ploeg, is dat een individu, zijn dat er 3? En dan daarvan ga je kijken, oké, dan kan ik in ieder geval deze test gebruiken. Is die nuttig voor deze persoon? Nee. Weet je, zo ga je dan komen tot 2 testen. En dan moet ik naar mijn eigen training gaan. Want ik moet ook namelijk alleen stage naartoe. Ja, ja, dat heb ik ook. Ja. Ja, dat zou het mooiste zijn. Kijk, als dat niet mogelijk is, als Herman zegt, ja, sodemiet erop, dat wil ik niet. Dan kun je bij mij spreken en zeggen, nou ja, dan ga je er 2 binnen de fitness doen. Dat kan dan altijd. Maar ik denk dat het voor jou ook leuk en leerzaam is om op 2 vlakken die test te doen. Ja. Weet je, ik doe niet aan werkverschaffing, ik wil je er wel slimmer door maken. Ik wil je wel laten zien wat er te halen is aan testen, zodat als je later training geeft, en of het dan personal training is of atletiek training of wat dan ook, dat je weet waarom je test en welke testen je kan gebruiken. Ja. En daar gaat het mij om. Hoor dat kon je ook allemaal? Nee, dit is trainingskunde, dus dit is bij mij. Oh, helemaal apart, oké. Ja. Maar goed, als je slim en logisch nadenkt, dan zie je ook wel weer een koppeling, want die probeer ik wel uit te maken met andere vakken. Fitvak, opdracht 2, is testen. Dus je zou ook zomaar kunnen zeggen, hey, die test die ik bij Fitvak moet doen, die ga ik natuurlijk ook doen. Want ik kan mezelf wel werk verschaffen. Maar ja, als je zegt, ik wil er extra leermoment uit halen, dus ik ga alsnog een andere test doen. Be my guest. Ja? Goed. Een test die niet vaak gedaan wordt, maar de gevolgen ervan wel heel veel gebruikt worden, dat is in dit geval de lactaattest en daaruit volgend de anaerobe drempel. Wie van jullie heeft er wel eens een lactaattest gehad? 1. Met bloed en al afnemen? Ja. Ja, en de rest dus niet. Terwijl dat het gekke is, wie verzuurt er wel eens tijdens een wedstrijd of tijdens een training? Dat is dan de vraag. En dan gaan er ineens veel meer vingers omhoog. En dat is dan dus het gekke. En waarom wordt deze lactaattest niet veel gedaan? Omdat je simpelweg een apparaat moet hebben zoals dit. En een situatie moet hebben die ideaal is om een test uit te kunnen voeren. En vaak worden die testen binnen gedaan. Waarom? Omdat je dan geen tegenwind hebt, geen regen, geen kou. De temperatuur is ideaal. En dat je dus dit heel goed af kan nemen. Ze doen het ook nog wel eens in het zwembad, dat kan ook. Moet iemand steeds aan de kant komen hangen en dan halen ze een druppeltje bloed eruit. Maar daarbuiten is het al wel wat lastig. Maar het kan. Het kan voor elke tak van sport. En deze dingen zijn duur. Maar alle medische apparatuur is duur. Dat is nou eenmaal zo. Daar kun je niks aan veranderen.
Nou, wat we in ieder geval weten is lactaat. Waarde in je bloed wil zeggen het melkzuurgehalte. Oftewel, hoe zwaar ben je aan het verzuren. En het melkzuursysteem schakelt in omdat het aerobe systeem, oftewel de zuurstofvoorziening, nog niet voldoet of nog niet optimaal werkt. Dat wil zeggen, als ik bezig ben met sporten en het is op een relaxed tempo, dan is het vaak aerobe. Ja? Rustige hartslag en je lichaam kan dat goed bij. Op het moment dat mijn intensiteit omhoog gaat, en dat kan plotseling zijn, maar dat kan ook gewoon in een stijgende lijn zijn, jouw lichaam die heeft niet gelijk het zuurstof wat het nodig heeft op die plek beschikbaar. Dat wil zeggen dat jouw lichaam altijd een zuurstofschuld heeft. Dat wil zeggen dat jouw lichaam dus eigenlijk achter de feiten aanloopt. Ik wil al sprinten, maar mijn lichaam zegt, ja, maar je kan het eigenlijk helemaal niet, want er is nog niet genoeg zuurstof, dus dat heeft een probleem. Ja? Melkzuur, nadelig voor het prestatievermogen. Op het moment dat je het niet meer af kan voeren, en we komen er zo meteen op, dan gaat jouw prestatie onherroepelijk achteruit. En ik denk dat de 400 meter hoorden, ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hartstikke hard verzuren. Ik denk dat als jij liep nu in die laatste 100 meter ver voor iedereen uit, ja, maar als jouw verzuring maar hoog genoeg is, kun je stilvallen en kun je, ook al had je zo'n voorsprong, nog steeds derde of vierde worden. Dat kan zomaar. Dat kan binnen 50 meter, kan alles andersom. Verstoort de zuurgraad in het lichaam, oftewel je gaat verzuren, waardoor de enzymen die helpen bij het leveren van energie van resynthese worden geblokkeerd. Oftewel, je levert nog wel energie, maar daarna is het stop. Normaal gesproken vindt een resynthese plaats, die ATP'tjes die worden weer gemaakt, waardoor je weer verder kan. Maar op het moment dat je verzuurt, wordt ATP wel afgebroken, er komt wel energie vrij, maar daarmee houdt het op. En dus heb je een probleem, want je raakt gewoon energieloos. Nou, verzuring veroorzaakt een beschadiging aan de spiercellen en hierdoor kunnen ze minder goed samentrekken. Wat je vaak ziet, en dat zie je, een mooi voorbeeld is dan weer die 400 meter horde of de 400 meter vlak. Die laatste 100 meter denken mensen vaak van, oh, ik ga echt nog heel hard en het ziet er echt nog mooi uit. Terwijl dat als je dan de filmbeelden ziet, dan lijken ze een soort van Forrest Gump, die je dan heel hard rent. Maar het ziet er eigenlijk heel belachelijk uit, want je motoriek, die gaat er ook aan. En dat zie je daaronder. De coördinatie wordt verstoord. Dus het lijkt voor je gevoel alsof het nog heel hard gaat en alsof het nog heel mooi uitziet. En je gaat je er ook bewust van zijn dat, oké, ik moet goed blijven lopen, maar het ziet er niet meer uit. Het zwabbert en het zwalkt en je gaat echt niet meer snel en je zakt half door je benen. De zenuwuiteinden worden geprikkeld en dat is de pijn die je voelt. Melkzuur op zich is niet pijnlijk, maar het melkzuur wat ervoor zorgt dat zodra het bij je zenuwuiteinden komt, dan gaat het zeer doen. En verzuren doet zeer. Ook tijdens krachttraining kun je verzuren. En op het moment dat je aan het doen bent, doet het pijn. Dan ga je staan, dan schud je het een keer los. En dan lijkt het wel weer mee te vallen. Dan denk je van, shit, nou ben ik nog gestopt ook. Nou, vorig jaar hebben we het gehad over die energiesysteem. En dat lactaat, dat is aan de ene manier, komt het er heel veel. En aan de andere kant komt het er niet. Er is een anaerobe drempel. En die anaerobe drempel heeft alles te maken met wel verzuren en niet verzuren. Onder die anaerobe drempel verzuur je niet. Boven die anaerobe drempel verzuur je uiteindelijk zeker wel. Hier onder de drempel gaat het vooral op basis van zuurstof. Boven die drempel, en dat zie je ook al, er staat an voor, is er eigenlijk geen zuurstof meer voorradig. En of in ieder geval een zuurstoftekort. En daar komt dus die anaerobe drempel van, oftewel de zuurstofloze drempel. Hier wordt energie geleverd door middel van zuurstof. Hier wordt energie geleverd niet door zuurstof. Anaerobe drempel, lactaatdrempel en omslagpunt. Dat wordt nog wel eens door elkaar heen gebruikt. En eigenlijk spreken ze dan altijd wel over hetzelfde. Je omslagpunt wil zeggen, je gaat over die drempel heen. En soms noemen we het een lactaatdrempel, maar eigenlijk klopt de term lactaatdrempel klopt eigenlijk niet zo heel erg. En dat ga ik je laten zien. In het midden van de dia staat die anaerobe drempel. Daaronder zie je, het zijn aerobe processen. Suiker, oftewel koolhydraten, die worden verbrand en omgezet in energie. Niks aan de hand. Er wordt wel melkzuur geproduceerd, maar
Er wordt niet meer geproduceerd dan dat er af wordt gebroken. Met andere woorden, de verzuring die is er wel. Maar het wordt ook dermate snel afgevoerd dat je prestaties er geen hinder van hebben. Dus je kan de prestatie langer volhouden. Ben je ongetraind, dan ligt deze drempel op 50 tot 60% van je VO2 max. En je VO2 max is de maximale drempel. Die zit echt aan de bovenkant van deze dia. Ben je getraind, dan ligt hij op, en dat weet je nu van ondertussen fitvak, 80 tot 90% van je VO2 max. Dus die drempel kun je wel degelijk verhogen. Dus je net met VO2 max dat je hier zet? De VO2 max, die zit hier. Dat is het maximale wat je kan. Okay. Het maximale zuurstof wat je kan gebruiken. Maar waar staat die V dan voor? V? Volume. Ja. Deze drempel, de anaerobe drempel, is trainbaar. Als jij tegen jouw moeder een stukje gaat hardlopen, en echt hardlopen, dan gaat jouw moeder dat minder lang volhouden. En waarom? Zij gaat al veel sneller over die anaerobe drempel heen. Want die ligt bij haar simpelweg lager. Dus die verzuurt sneller en zal eerder stoppen. Wat doen mensen zoals iemand die de 400 meter traint? Die traint heel erg gericht op het verhogen van die anaerobe drempel. Die moet van 50 naar 60, naar 70, naar 80, naar 90, naar 95% van haar maximale kunnen. Want hoe hoger die drempel ligt, hoe harder jij kan gaan met minder verzuring. Hoe lager die drempel gaat, des te eerder verzuur je en des te eerder ga je prestaties achteruit. Dus het winnen of verliezen van een NK 400 meter in dit geval, ik gebruik dit voorbeeld maar de rest van de les, gaat en staat dus met hoe ga ik om met deze anaerobe drempel. En wat was een tactiek? Herman vroeg het aan, volgens mij vroeg het aan jou ook, hoe ga je zo'n race in? Ja, in de eerste 100 meter niet te snel. Waarom niet? Dan ga je al verzuren en kun je daar misschien al de wedstrijd al wel verloren hebben. Dus, hoe lang kun je die anaerobe drempel omhoog schuiven? En dus, hoe lang kun jij blijven presteren zonder dat je gaat verzuren? Of dat het in ieder geval zo pijn gaat doen, dat je niet meer haakt. Boven die anaerobe drempel zijn er dus anaerobe processen. Suiker wordt niet volledig verbrand, omdat er geen zuurstof is. En daar is zuurstof voor nodig om het volledig te verbranden. En dat rest, dat wordt dus omgezet. Het rest heet pyrodruivenzuur. En dat wordt uiteindelijk omgezet in melkzuur. En dan gaat het zich dat opstapelen, 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 opstapelen. Ja. En als je nou in de wedstrijd bent en je zit er al een tijdje in en je bent moe en je hebt moeite met het stoten, dat je dan gewoon minder kracht, is dat ook verzuur? Ja, dat kan ook gewoon, maar als jij niet dat gevoel van verzuren hebt en dat gevoel dat herken je, dan is het gewoon spiervermoeidheid. Ja, want ik zou eigenlijk niet weten wat dat... Nee, maar voor boksers zou het zomaar kunnen, dat jij niet precies weet hoe het werkt. Kijk, ik kan me voorstellen dat jij in een bokswedstrijd dat jij zware armen krijgt. Dat heeft niet zozeer met verzuren te maken, maar dat is puur spiervermoeidheid. En dat is dus te trainen. Binnen de fitness, volg dat stroomschema maar, kun jij keurig netjes ervoor zorgen dat je een hele wedstrijd jouw dekking hoog kan houden. Ja? Er wordt boven de anaerobe drempel meer melkzuur gevormd dan dat er af wordt gebroken. Oftewel, je raakt langzaam in de problemen. Je prestatie neemt dus af. Je kan het meestal nog wel even volhouden en dan gaat het een stukje op karakter, die laatste 100 meter, je verzuurt allemaal. Maar wie kan er het beste mee omgaan? Wie kan er het beste op zijn tanden bijten? Wie kan er het best doorheen? En daar hebben ze een waarde, hangen ze daaraan, dat is de 4 millimol lactaat per liter bloed. En dat is bizar weinig, maar vanaf die 4 millimol kom je uiteindelijk boven de anaerobe drempel. En wat gaan ze dus doen? En daar komen ze zo meteen met die testen uit. Dat gaan ze dus uiteindelijk meten. Nou, hoe ziet dat eruit in een schema? Stel, we hebben hier, en vul maar in, hardlopen, zwemmen, fietsen, maakt verder niet uit. Ik heb er dit van gemaakt, zodat ik niet zeg van ja, maar dan is het alleen maar voor fietsen of alleen maar voor hardlopen. Heb je een vraag? Nee? Hier zie je, je begint. En je hebt altijd, nu je hier zit, heb je altijd een melkzuurgehalte in je bloed zitten. Die is, meestal is die zo'n 1 millimol of maximaal 1 millimol. Er is dus eigenlijk niks mee aan de hand. Dat zit er en dat hoort ook een beetje bij de pH-waarde van jouw lichaam. Op het moment dat jij rustig bezig bent, dan gaat het allemaal wel goed.
En dan heb je hier heb je de aerobe drempel. En dat is de tegenhanger van de anaerobe drempel. En mensen die graag af willen vallen, die vinden deze bizar belangrijk. Want als je bij die aerobe drempel blijft, dan ben je volle bak vet aan het verbranden. Want wat zeggen ze bij mensen die af willen vallen? Ga langer sporten met een rustig tempo. Mensen die heel dik zijn, gaan ze zeggen, ga maar lekker gewoon wandelen. Ga maar een uur, anderhalf uur een beetje doorwandelen. Want dan zit je gewoon hier zo rond die 2 millimol, niks aan de hand. Je kan lekker roeren, maar er worden wel veel vetten verbrand. Naarmate jouw tempo omhoog gaat, zegt jouw lichaam, oké, we hebben wel langzaam een probleem. Maar het gaat nog goed, gaat nog goed, dat gaat nog goed. En vanaf die 4 millimol slaat het in één keer om. En dan zie je ook, dan gaat er in één keer knik in en dan gaat je lactatewaarde gaat rap omhoog. Ja, dus je verzuurt, dat heb je allemaal, vanaf 4 millimol. En daarna gaat het gewoon als een raket. En wat je daadwerkelijk daarna aan kan, ja, dat is testen. En dat wordt vaak in zo'n test gedaan. Ik doe één keer per jaar zo'n fietsergometer test. En dan word ik dus eerst wordt gekeken naar hier. Kijk, welke hartslag hoort daarbij. Vervolgens schroeven ze de weerstand op in bepaalde blokken. Gaan ze kijken, oké, vanaf 4 millimol ga jij verzuren. Welke hartslag koppelen we daaraan? En vervolgens laten ze me nog 10 minuten en een kwartier langzaam zo stijl een berg op fietsen. Totdat ik ongeveer hyperventilerend en kraperend van de pijn van die fiets afval. En vervolgens zegt, doe me een druppeltje bloed. Want jij kan maximaal, en mijn maximale waarde ligt op 11,8 millimol lactaat per liter bloed. Dus dat is zo'n beetje 3 keer de anaerobe drempel kan ik verdragen voordat ik zeg, nou is het genoeg geweest. En ja. Weet je wel, bij die programma's als een afvaller dat ze ervoor pak gaan trainen en zo. Ja, maar wat natuurlijk niet interessant is, is dat ze jou laten zien in zo'n tv-programma dat ze anderhalf uur aan het wandelen zijn. Wat willen ze ook bij zo'n sportprogramma, en dat zei Freke ook, tegenwoordig is het binnen de fitness, zijn ze ook gericht, als je wil afvallen, moet je ook spieren gaan trainen. Want daarmee verbrand je ook energie. En het voordeel is, die mensen hebben vaak een spierspanning van helemaal niks. Ja, dus wat doen ze in die programma's? Spierspanning. Massa creëren, kracht creëren, zodat ze daarmee weer verder kunnen. Maar het omzetten van vetten naar spieren is niet makkelijk. Noem het makkelijk. Want dan wanneer je geen vetten, want vetten omzetten van spieren is. Nou ja, je hebt vetten nodig, hè? Vet is ook gewoon een energiebron. Kijk, en die mensen die dus bij een van die programma's, ja, die hoeven eigenlijk niet eens te eten, want die hebben energie genoeg, zou je zeggen. Anu. Nou, je moet altijd op 4 millimol. Ja. Ja. Bij ons was zo dat je dan, zeg maar, een streep hebt, dan tot bij 6, dan is de volgende dan 8. Ja, maar kijk wat het natuurlijk is, je gaat het natuurlijk testen. En testen ze bij op een loopband of gewoon op de atletiekbaan? Nee, gewoon op atletiekbaan. Ja, dus dat is al lastiger. Ja. Hè, want daar kunnen ze niet te pas en de onpas tegen jou zeggen van ik ren wel met jou mee, want ik wil nu wil ik. Weet je, dan moet je die halve ronde afmaken. Ja. Of je moet die kilometertijd moet je volmaken. Dus dan wordt die niet meer heel nauwkeurig. En op het moment dat jij bij zo'n loopband staat, kunnen ze te pas en te onpas gewoon zeggen, steek even je hand uit, druppelt je bloed eruit en ze kunnen het meten. Weet je, dus het gaat erom hoe nauwkeurig je hem wil doen. Maar wat is die 2 en die 4 millimol is voor iedereen hetzelfde. Maar de snelheid waarmee je daar belandt, die is voor iedereen anders. Ja. Weet je, mijn anaerobe drempel ligt bij 172 slagen. Voor jou ligt hij misschien op 158. Of voor Britten op 192. Dat is afhankelijk van training, ervaring, leeftijd, geslacht, sport die je doet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja? Nou, wat wil je uiteindelijk? Je wil eigenlijk maar één ding. En dat is die anaerobe drempel, die wil je omhoog hebben. Want dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk beter gaat presteren. Nou, hoe kun je die trainen? Van de energiesystemen, creatine fosfaat, krachttraining, melkzuur en een klein stukje van het aerobe systeem. Oftewel, je moet gewoon keurig netjes in orde zijn. Nou, hoe ga je dit testen? Je kan het in het zwembad doen. Je kan het op een fietsergometer doen. Of je kan het doen op een loopband. Vaak wordt het op een loopband, krijg je dan zo'n gordel om met zo'n band aan het plafond. Want uiteindelijk bereik je wel redelijke snelheden en ga je dus echt tot het gaatje. En je zou niet de eerste loper zijn die gewoon omvalt en van die band af wordt geschoven. Dus tegenwoordig hangen ze dan een soort van gordel. Tot op het moment dat je niet meer kan, dan kun je gewoon jezelf laten zakken, til je benen op en dan kan die band stilgezet worden. Dan kun je weer gaan staan.
Ja, dat is wel vet inderdaad. Ja, 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 precies. Ja, er zijn echt, en ik heb een aantal testen, ik zal het straks wel eens laten zien. Je hebt bijvoorbeeld de windcane test, heb je ook. Daar doen ze maximaal sprinten op zo'n loopband en dan gaat die hard, 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 hard. Maar ja, dat hou je niet zo lang vol. Dus om ervoor te zorgen dat je dan niet onderuit klapt, kun je voet optillen en dan draait die band door, zet ze hem stop, is stop. Dit apparaatje heb je nodig. Wat je doet, vaak doen ze een druppeltje bloed of uit je oorlel of uit je vingertopje. En die druppelen ze dan op dat strookje en die meet dan jouw lactaatwaarde. Nou, aan de hand van een aantal vragen van tevoren laten ze jou even opwarmen. En dan gaan ze inschatten van nou, dat zal waarschijnlijk wel ongeveer zoiets gaan zijn. Ze registreren jouw hartslag en dan gaan ze dat ongeveer berekenen. Hoe vaak je dus zo'n test doet, hoe nauwkeuriger ze dus kunnen zeggen, oké, nu moeten we een druppeltje hebben. Als je dit nog nooit gedaan hebt, dan is het voor de testers ook wel een stukje moeilijk. Nou, wat doen ze? Ze testen lactaat in het bloed. Oftewel de intensiteit van de inspanning. Een lage lactaatwaarde, kleiner dan 2 millimol per liter, is een lage inspanningsintensiteit, oftewel een aeroob systeem. Vetverbranding. Goed voor mensen die af willen vallen. Goed voor de basisconditie. Nou, bij toenemende intensiteit van de inspanning komt het anaeroob systeem, oftewel meer lactaat in het bloed. Maar er is nog een evenwicht. Nou, dat meten ze dan vervolgens ook weer uit. Nou, en hoe hoger je dan komt, dan uiteindelijk ga je verzuren en komt er dus een druppel uit en ga je dus op een 4 millimol zitten. Dat is hetgene wat ze willen testen. En wat je doet, je gaat ongeveer tot de dood. Dat moet het ongeveer zijn. Ze willen namelijk er hartslagen aan koppelen, zodat je met die hartslagen dit kunnen gaan bepalen. Zodat je, als je gaat trainen, in bepaalde blokken kunt gaan trainen. In hartslagblokken. Want stel nou dat ik tegen jullie zeg, we gaan een duurtraining doen. Je hebt geen idee hoe hard je moet lopen. En je kan zeggen, ja, we blijven wel eens goed bij elkaar. Maar wat voor mij een duurtempo is, is voor iemand anders is dat zeker geen duurtempo en is dat hartstikke intensief. Dus aan de hand van die lactaatwaarde kun je iemand heel gericht laten trainen. Hersteltraining, je weet precies hoe hard iemand moet gaan lopen, fietsen, zwemmen of überhaupt gaan sporten om te herstellen van een zware training. Als je zegt, nou we willen echt wel volle bak gaan verzuren, als jij weet vanaf welke hartslag jij verzuurt en je weet dat als je die drempel wil verhogen dat je daar net iets onder moet blijven, stel mijn hartslag ligt op 172, moet ik niet 174 gaan hebben, want dan ben ik aan het verzuren, daarmee zal die drempel niet verhogen. Dan moet ik dus op die 172, 171 gaan zitten om die lactaatdrempel omhoog te duwen. En dat doen ze dus. Dat is de reden waarom ze deze test doen. Dat kunnen ze er dan vervolgens uithalen. Nou, waar zoeken ze naar? Die 2 en die 4 millimol waarde. Zodat ze kunnen weten wanneer gebruik jij nou welk energiesysteem. Nou, en vervolgens dan, wat kun je gaan trainen? Hoe kun je dan rond die lactaatdrempel, hoe kun je hem gaan verbeteren? Dat zijn lange intervaltrainingen met korte hersteltijden. Oftewel, je gaat steeds boven die anaerobe drempel, of echt tegenaan, en heel even weer verder naar beneden. Weer naar die anaerobe drempel en dan weer tegen. Zodat je lichaam steeds moet reageren op het gaan verzuren. En hoe beter jouw lichaam daarmee om kan gaan, des te beter kun je die drempel omhoog duwen. Een intervaltraining, nou, oftewel intensief rusten, intensief rusten. De kracht van een intervaltraining zit er niet in de piek, maar in het dal. Oftewel in die rustperiode. Iemand kan altijd heel makkelijk zijn hartslag omhoog krijgen, maar zijn hartslag snel weer laten zakken. Dat is de kunst. Daarin kun jij zien of dat iemand getraind is, ja of nee. Of dat iemand goed in conditie is of goed met zijn energiesysteem om kan gaan. Daar zit hem de truc in. Hoe snel kan jouw lichaam herstellen, zodat jij weer een keer over die anaerobe drempel kunt gaan in de wedstrijd. En vervolgens weer even terug. Het tempo wisselen in wedstrijden, en dat heb je in alles, hoe snel herstel je daarvan? Want als je daar 10 minuten over doet, maar binnen na 3 minuten moet het nog een keer, ben je niet hersteld, prestaties naar beneden. Of tempo trainingen. Of langere tijd tegen die anaerobe drempel. Dat is de manier om te trainen.
Yes? Zit er nog eentje achter of niet? Ja, die nee. Nee. Dus dit is je uiteindelijke doel. Wie traint er wel eens met hartslag? Wie? Ja? Waarom train je met hartslag, Sabrina? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk je er wel eens op? Nee, maar mijn trainer wel. Heeft jouw trainer het horloge om waar jouw hartslag op staat? Ja, iPad. Daar moet je dan mee connecten, dan ben je levend. Heeft hij wel eens uitgelegd wat hij ermee wil? Nee. Zegt hij wel eens iets van, goh, nou Sabrina, ik zie je hartslag maar dat je goed getraind hebt? Nee. 0,0 punt. Dat was één keer wel toen al een shoot-out en toen ging mijn hartslag in één keer heel erg omhoog, maar ik zo spannend, was zo spannend. Oké. Okay. Dat was één wat hij zei, van nou, dat kon je wel zien in de hartslag, weet je wel. Mijn tip aan jou zijn vraag is wat hij ermee wil. Ja, dat had ik mijn laatste vraag, maar het was een heel vaak antwoord. Nick. Ja. Ja. Wat zei je? Nou, toen straks waren wij beneden met Nick aan het praten. Ja. Die vertelde dat hij daarmee traint. Ja. En dat zijn hartslag in rust is maar 34, was ja. Het. En dan, als hij dan ineens 44 is, dan weet hij dat hij rustig aan moet gaan doen. Ja. Omdat het dan anders kan het na als kan die ook moeite. Ja, klopt. 44 is nee, maar voor wielrenners. 34 is vrij laag. Voor de wielrenners is dat niet schrikbaar, ja. Toch? Voor mij is die 38. Oh, okay. Ja, maar het is wel zo hoog, toch? Ja. Nee, ja, kan, maar hoeft niet ja, speciaal. Maar Fabienne, wil jij gebruiken, meneer? Ja, tijdens training. Tijdens training. Iedereen standaard. Ja. Elke training. En wie houdt hem bij? Deze. Op een iPad. En zegt hij dan al eens, als jullie aan een loopoefening moeten doen, zegt hij, van binnen loopt het door joh. Nee, we moeten wel eens in zoveel tijd hebben dan maximaal test. Ja, die heb je laatst gehad en dan heb je ook weer hard gemeten. Ja, ik wil mij net niet, maar zien of jij erbij bent. Dus je hebt wel één test die je kunt gebruiken. Je maximaal test, die kun je gaan gebruiken. Dus. Ja, maar dat is helemaal. Dus nou,